Jong Ajax speelt morgenavond een topper in de Jupiler League. De ploeg van trainer Michael Reiziger gaat als koploper op bezoek bij de nummer 4 van de ranglijst FC Os. Een van de spelers die het dit seizoen goed doet bij Jong Ajax is Nusair Masraoui. Hij is een van de weinigen die over is van het team van vorig jaar. Vooral na vorig seizoen ben je tweede geëindigd, heb je meteen hoge verwachtingen. En we hebben meteen een nieuwe groep. Dus ja, alle spelers eigenlijk die we vorig jaar hadden, die zijn er bijna niet meer. Donny van de Beek had je, Frenkie de Jong die op het middenveld speelde. Matthijs de Ligt achterin, dat is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk. Dat maak je niet vaak mee. Dus met de nieuwe groep hadden we wel wat druk op onze schouders. Maar ik vind dat we het tot nu toe zeker goed doen. Vorig seizoen speelde Masraoui in totaal 33 wedstrijden in de Jupiler League. Hij gaf 6 assists en scoorde zelf ook 6 keer. Na 5 duels in dit seizoen heeft hij zijn eerste assist al gegeven en is hij belangrijk in het veld. Hij zit goed in zijn vel. Het is een andere start dan vorig seizoen. Vorig seizoen begon ik zonder contract. En moest ik er echt voor vechten en wist ik niet echt nog waar ik aan toe was, ook in de wedstrijden en zo. Maar dit seizoen was gewoon, voor mij, ik had het al een keertje meegemaakt, dus het was wel makkelijker. Ik wist wat me te wachten stond eigenlijk. Dus het was wel een simpeler dan vorig jaar en ging wel gewoon redelijk gewoon. Precies, want hoeveel zekerder maak je dat je nu al die onzekerheid zeg maar niet meer hebt? Ja, je bent natuurlijk vrijer in je hoofd eigenlijk. Je maakt je niet zoveel druk daarom. Het enige waar ik nu eigenlijk aan denk is alleen het voetbal en winnen en op vrijdag en maandag en goed spelen. Masraoui ging al met het eerste mee op trainingskamp en staat zoals deze week soms op het veld bij de ploeg van Marcel Keizer. Aan het begin van het seizoen kwam het aardig vaak voor, maar nu de selectie wel wat groter is geworden met de aankopen en zo is dat wel wat minder geworden. Omdat je kan niet met 30, 40 man op het trainingsveld tevoorschijn komen. Dus nu komt het wat minder voor. Ja. Nu vandaag weer eventjes mijn training meegepakt, was wel lekker. Het zal tegen FC Os weer de grote vraag zijn op welke positie Masraoui zal spelen. Want er zijn maar 2 plekken waar hij bij Ajax nog niet heeft gestaan. Op doel en spits heb ik nog nooit gespeeld. Voor de rest heb ik ze allemaal gehad. Lekker voor een trainer? Ja, lekker voor een trainer. Voor mij ook. Ik leer eigenlijk alles van het voetbal op elke positie. Ik leer verdedigen, ik leer open draaien op het middenveld, ik leer scoren in aanval. Dat maakt mij wel een complete voetballer eigenlijk. Maar waar sta jij eigenlijk het liefst? Ja, het liefst kom ik toch wel op het middenveld gewoon voor. Vooral aanvallende middenvelder, omdat ik vooral veel de drang naar voren heb. Dus dat is wel mijn voorkeur. Of Masraoui daar tegen FC Os zal starten, weten we vrijdag. Hij denkt in ieder geval dat een nieuwe topklassering er voor Jong Ajax, zoals vorig jaar, ook dit seizoen in zit. Dat wijst de toekomst uit, maar ik denk wel dat we het wel kunnen evenaren als net als vorig jaar. Dat hopen we natuurlijk. Daar doen we onze best voor en daar trainen we elke dag keihard voor.